When my love said to me, we'd be down by the gallows tree, for it said in de ecstasyzaak tegen de Juliet-bende. Met het inzetten van een kroongetuige tegen de Juliet-bende. Gewelddadige ecstasy-handelaren. Ben ik uit de auto gesprongen, heb die tas gepakt, ben ik in het water gesprongen met tas en al. En de tas onder water gedouwd, zo weet je. En dan komt hier, er was een hondenwagen die achter me aanreed, die had zo'n licht erop. En ik doe een volle licht op me. Ja, ik stond in het water natuurlijk, tot hier. Oud-topcrimineel wordt een weldoener. Het lijkt wel het scenario van een film. Hij heeft 2,5 miljoen gewonnen in de staatsloterij ook hier. En een deel van dat geld gaat hij geven aan de voedselbank. Als jij zo'n station in Breda, had je toch gezegd, wacht 10 jaar totdat de crisis voorbij is. Dan zorg je toch eerst dat al die mensen die aan de voedselbank zitten en die de rekeningen die kunnen betalen, dat die mensen geholpen worden, of niet? Go weg, joh. Moet u zelf een bedrag aan ons betalen zonder dat u dat bij de heer Van der Laag kent verhalen. Te gek voor woorden. Zo, dat is mijn beste vriend. Ja, ik denk jullie allemaal in de beste vriend, hè? Iedereen kan zeggen over mijn dit en dat. Ik zal nooit op de politie gaan schieten, ik zal nooit op een politiemerkent inrijden. Dan ben je altijd verliezen, dat weet je van tevoren. Dat mijn investering gelijk terug is. Johnny Nuister, hij zit ook iedere keer de front. Hij zegt, als ik zo'n team als jullie achter me heb, hij zegt, dan worden de grootste in Nederland, hij zegt, dan worden de grootste in de wereld. 160 miljoen voor een station. En de mensen hebben geen eten, snap je? Ja. De mensen kennen de rekeningen niet betalen. Haatzaaien, dat je nooit een eenheid krijgt. Want als je een eenheid krijgt, dan accepteren de mensen niet meer zoals de wereld nu draait. Ik heb ook lange tijd in afzondering gezeten. Maar dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik ben. Als je al die brieven zo ziet. Wat? Krijg je niet dan zin om weer een bank te overvallen? Nee, banken geen niks van aan, joh. Als mijn geld op is, komt er wel een nieuwe. Dat is gewoon. Maar ja, hoe denk je dat de rijken rijk geworden zijn? Je hebt eerst de rijk gestolen, hoor.